Hi vissen, leuk je kijkt naar de Korte Weekhoroscoop van de Mandelijn. Deze week is het voor week nummer 22. En dat is van maandag 27 mei tot en met zondag 2 juni. Ik ga de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof deze week een week is waarbij je het gevoel hebt dat je de zaken weer wat meer in evenwicht kan gaan brengen. Waarbij je wat meer feeling hebt wat er om je heen gebeurt. Het kan zijn dat er een situatie is geweest die even wat, ja, misschien wel over je heen gedenderd is. Of misschien wel een stuk waarbij je echt het gevoel had, dit gaat me te snel of waarom heb ik even geen grip meer. Deze week lijkt je dat ineens weer helemaal in de vingers te gaan krijgen. En sterker nog, ik heb het idee dat er misschien nog wel een nieuw stuk gaat komen waarbij je het heel belangrijk en heel fijn vindt dat je kunt gaan communiceren. En ik heb het idee dat je deze situatie, die misschien een bepaalde grondslag heeft gehad voor waar je nu staat, je eigenlijk behoorlijk heeft doen groeien. En dat je dat deze week ineens gaat zien. Dat je denkt, eigenlijk, jeetje, ik heb hier ervaring mee, of ik weet precies wat ik moet gaan doen. Ik weet precies wat ik wil. En dat lijkt een stukje te zijn wat gewoon heel duidelijk naar voren komt. En een stuk communicatie daarbij is dus echt wel de key. Want de communicatie lijkt deze week super belangrijk te zijn, terwijl je misschien dat in eerste instantie niet had verwacht. Dit is alweer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.